Over ongeveer 10 dagen is het zover. Dan gaat seizoen 2 van chapter 2 van start. En in deze video gaan we het hebben over de items in seizoen 2. Wat gaat er veranderen? Gaan er nieuwe items komen? Daar gaan we het in ieder geval over hebben in deze video. En als je deze video nu al super tof vindt, drop even die like. Abonneer op de Veel Gevraagd met het belletje aan. En ik zou het heel tof vinden als je de Supporter Creator Code Veel Gevraagd kunt gebruiken in de Fortnite Item Shop. Want dan krijgen wij 5% van jouw aankoop. Ja, we gaan het dus hebben over dingen zoals vehicles, items en dat soort dingen die terug gaan komen in seizoen 2. En ik heb zelfs een nieuw dingetje wat terug gaat komen in seizoen 2. Of die dat gaat komen in seizoen 2. Dat kan natuurlijk niet terugkomen, omdat dat natuurlijk een nieuw dingetje is. En ja, dat heeft best wel grote kans dat het nieuwe ding ook echt gaat komen. Er zijn best wel duidelijke aanwijzingen naar. Maar weet je wat, laten we ook gewoon gelijk beginnen met de vehicles. Wat gaat er gebeuren qua vehicles in seizoen 2? Ik heb hier 4 verschillende dingen die misschien terug kunnen gaan komen. Het eerste ding is het driftboard. Het driftboard geef ik echt een heel erg grote kans dat dat terug gaat komen in seizoen 2. Omdat het driftboard denk ik het populairste, ik weet vrijwel zeker dat dat het populairste vehicle is die we ooit hebben gehad. Het was gewoon een fijne vehicle. Je kon erop schieten, je kon er snel mee naar een locatie toe, je kon er hele vette trickshots mee doen. Dus ik zie de driftboard heel erg, heel graag terugkomen. En ik denk ook dat hij een grote kans maakt om terug te komen. En als het driftboard niet wordt, dan wordt het misschien wel de ATK, oftewel de all-terrain kart. Deze all-terrain kart is ook populair geweest als een van de eerste vehicles. Eerst kregen we natuurlijk de shopping kart en volgens mij kregen we daarna al de all-terrain kart. De shopping kart eerst, daarna de ATK. En ook deze was echt heel erg fijn. Het was een heel erg fijn en handige vehicle die gewoon voornamelijk voor een squad gewoon heel erg handig is. Nou, de volgende is de Baller. De Baller was een single-seater die best wel OP was aan het begin. Was heel erg controversieel. Kwam volgens mij in seizoen 8. Maar ook de Baller zie ik graag terugkomen. Veel mensen vonden hem, nadat hij heel vaak genurfd was, toch wel heel erg fijn. Hij was op een gegeven moment niet zo sterk meer dat je late game echt heel erg handig kon gebruiken. Maar hij was gewoon heel erg leuk om gewoon lekker snel ergens te komen. Je kon er niet vanuit schieten. Je was alleen gewoon geprotect van de omgeving. Dus ook de Baller zie ik graag terugkomen. Dan heb ik er 4 opgeschreven. En deze is een klein beetje controversieel. Nog controversiëler als die Baller. Namelijk Planes. Ik zie Planes nog best wel terugkomen in seizoen 2. Het zou me niks verbazen als Epic Games zou beslissen. Ik denk niet per se dat dit een goed idee is. Tenzij ze er een specifiek doel ervoor hebben of zo. Want we zien wel vaker dat ze onverwachte dingen doen. En dit zou zo'n onverwacht dingetje kunnen zijn. Dat ze Planes terug gaan brengen. Ik zou het enigszins wel grappig vinden. Want ja, we zitten al zo lang te zeiken over mobility. Nou hebben we gelukkig jump pads teruggekregen. Maar ja, Planes is wel de ultieme mobility. Dus om dat probleem op te lossen, zouden ze dat kunnen doen. Nogmaals, ik weet het niet zeker. Maar het zou wel een heel erg grappig ding zijn. En het zou bij zeker weten kunnen. Het kan zeker weten. Nou heb ik bijvoorbeeld de Quad Crusher hier niet tussen staan. Maar ja, daar heb ik een reden voor. Namelijk, dat is daar kunnen 2 mensen op. En ik weet niet. Het is toch. Ik denk dat die andere een betere optie hebben. Quad Crushers zijn leuk, maar ik heb liever een driftboard. Oké, en dan heb ik. Had ik het net over iets nieuws. En dat is ook gelijk de vehicle. Namelijk de Ego Cars. Dat zijn deze cars die je in beeld ziet. En deze cars, die dachten we heel lang dat we die zouden krijgen als mobility. En nou hebben we die nog steeds niet als mobility gekregen. Dat kwam namelijk door verschillende loading screens. Daar leek het erop alsof die auto's echt konden rijden. Maar die hebben we nog niet gekregen. Dus ik verwacht dat we deze misschien wel gaan krijgen in seizoen 2. De kans is best wel aanwezig. Omdat ze uiteraard, of ik weet vrijwel zeker dat ze mobility willen gaan toevoegen in seizoen 2. Dat kan haast niet anders. Nu we toch bezig zijn over mobility, laten we het eens gaan hebben over mobility items. Welke mobility items kunnen we gaan verwachten in seizoen 2? Eerst zijn gelijk 2 items, namelijk Shockwave Grenade en de Impulse Grenade. Deze geef ik een grote kans, omdat het vrij makkelijke items zijn om mee te nemen. Je kan er heel leuk mee trickshotten, ze werken goed. Ik geef deze echt een aardig grote kans dat deze terug gaan komen in seizoen 2. Gaan we door naar het volgende, dat zijn Bounce Traps. Bounce Traps ook erg populair. Ik weet alleen niet of ze dat gaan doen. Deze heb ik meer persoonlijk gekozen, omdat ik Bounce Traps gewoon, daar kan je heel erg creatief mee zijn. Daar kan je hele leuke dingen mee doen. En ook qua trickshot is het heel erg leuk. Maar ook om snel weg te kunnen komen, kan je Bounce Traps goed gebruiken. Ook als je bijvoorbeeld van een berg af moet springen, kan je een Bounce Trap gebruiken, want je krijgt geen fall damage. Gaan we door naar het volgende. En deze vindt Matthijs heel erg leuk. Namelijk Grappler. Ik geef de Grappler ook een grote kans. Ik denk ook dat de Grappler sowieso terug gaat komen in Team Rumble.
Maar dat was een apart verhaal. Maar ik denk dat de grappler ook nog wel een grote kans maakt om in een normale game te komen. Want de grappler was een heel erg handig item om high grounds weer mee te pakken. Het is niet per se dat je altijd high grounds pakt als je de grappler hebt. Maar als je er goed naar bent, kan je high grounds vrij makkelijk retaken met zo'n grappler. En het is gewoon een leuk item. Laten we heel eerlijk zijn. Het is een item die iedereen graag terug wilt zien. Als je de grappler niet terug wil zien, laat het weten in de reacties. Maar ik weet zeker dat de 90% van jullie de grappler ook nice vinden. Ga ik door naar de laatste mobility item die ik verwacht dat die terug gaat komen. En dat is de Shadow Bomb. En trouwens, ik moet even een kleine side note geven. Dat ik ze verwacht dat ze terugkomen, betekent niet dat ik verwacht dat ze allemaal terug gaan komen. Ik verwacht een aantal of een enkele van deze dat ze terug gaan komen. Maar ik geef ze in ieder geval allemaal grote kans, waaronder dus deze Shadow Bomb. En waarom de Shadow Bomb? Nou, de Shadow Bomb is gewoon zo'n itempje wat af en toe gewoon even lekker is om te gebruiken. Je bent namelijk onzichtbaar, je kan snel moven, je kan op dingen jumpen, je kan snel high ground pakken. Het is gewoon zo'n kleine game changer, wat niet per se de game unplayable maakt, maar het is gewoon een leuk item. En ja, nogmaals, hetzelfde als met die planes. Hij is controversieel, maar het is wel zo'n item waar Epic Games zomaar eventjes denkt, oh, laten we de game even iets veranderen, we doen dit er wel in. Dus de Shadow Bomb geef ik een aardig grote kans om er terug in te komen. Laten we doorgaan naar het laatste kopje wat ik hier heb opgeschreven. Namelijk weapons. Oftewel een bredere weapon pool. Ik verwacht namelijk dat Fortnite of Epic Games een bredere wapenselectie gaat maken. We hebben natuurlijk aan het begin van seizoen 1 heel weinig wapens gehad. We hadden echt alleen maar een RPG. We hadden een Assault Rifle, Burst Assault. We hadden ook een Burst Assault Rifle. En we hadden Pistol, SMG. En dan hield het bijna alweer op. Er waren nog een paar andere dingetjes uiteraard. Maar het was niet zo breed als dat het in het verleden was. Maar ik verwacht dus dat ze meer gaan doen met bijvoorbeeld het upgrade systeem / het side grading systeem. Dat zijn die gele, gele apparaten waar je je wapens van bijvoorbeeld naar grijs naar groen kan krijgen. Of van rare naar epic. Je kan ze, laten we zeggen, upgraden. En we hebben al gezien dat we nu ook kunnen side graden. Dus we kunnen een bestaand wapen, zoals een assault rifle, kunnen we veranderen naar een, bijvoorbeeld de Heavy Assault Rifle. Dus die AK die we hebben, laat maar zeggen. En ik verwacht dat we hier meer mee gaan doen. Dus ik heb een aantal dingen opgeschreven, waaronder de Grenade Launcher. We hebben op dit moment geen Grenade Launcher. We hadden natuurlijk wel een tijdje de Egg Launcher. Of nee, de Snowball Launcher moet ik zeggen. En ik verwacht dat we dus dat nu de Grenade Launcher terug gaan krijgen. En dat dat meer een side grading gaat zijn van de RPG. Dus straks moet je de RPG gaan veranderen in die Grenade Launcher als je dat graag wilt. Zelfs als wat we dus nu hebben met de Assault Rifle. En het volgende is dan ook de Autosniper. Dus Autosniper is hetzelfde verhaal. Ik verwacht dat we die straks kunnen side graden van een normale sniper rifle, van een bolt action sniper rifle. Al heb ik wel een beetje het gevoel dat de Autosniper iets minder sterk is. Normaal gesproken heb je het gevoel als je sidegrade dat je naar iets sterkers toe gaat. Of in ieder geval naar iets wat niet slechter is. En ik heb het gevoel dat de autosniper wat slechter was als de normale sniper. Maar misschien dat ze de autosniper iets sterker gaan maken en dat het wel worth it is. Maar ik geef die ook wel een aardige kans om terug te komen. Gaan we door naar het volgende. En dat zijn, deze is een beetje lastig. Maar dat zijn klingers en remote explosives. Hoe vet zou het zijn als we straks grenades kunnen veranderen in klingers of remote explosives. Ik zou dat wel grappig vinden. Misschien moeten ze dit niet als side grading erin doen. Misschien moeten ze dit gewoon als aparte grenades erin doen. Maar hoe? Ik wil remote explosives zo graag terug hebben. Die dingen waren zo leuk om mee te spelen. We hebben die dingen volgens mij al sinds seizoen 5 of zo al niet meer gehad. En klingers, net zo. Klingers waren ook super grappig. Lekker mensen kapot maken met spammen met klingers. Vond ik altijd heel erg leuk. Gaan we door naar het volgende. En dat is namelijk Heavy Shotgun / Combat Shotgun. Ik heb ook deze eventjes apart van elkaar gedaan. Want hoe vet zou het zijn als we een normale Pump Shotgun kunnen sidegraden naar bijvoorbeeld een Heavy Shotgun of een Combat Shotgun. Ik zie liever denk ik de Heavy Shotgun terug. Want dat was, laten we zeggen, een minder sterke variant van de Combat Shotgun. Maar ja, ik vind ze gewoon heel erg nice. Ik zou ze graag terug willen hebben. Dus ja, ik zeg gewoon doen Fortnite. Want deze twee guns waren sowieso wel heel erg nice. Alhoewel de Combat Shotgun een beetje te overpowered was. Gaan we door naar de volgende. Dat is de Tactical Assault Rifle. Dus ik zei jullie, ik heb heel erg veel dingen opgeschreven. De Tactical Assault Rifle is een leuke voor als side grading van een SMG. En dan de volgende, en dat is ook gelijk de laatste die ik als side grading heb opgeschreven. Dat is namelijk de Hand Cannon. De Hand Cannon
is een heel erg fijn wapen. Hoe vet zou het zijn als we een normale pistool kunnen upgraden naar een handcannon? Mij lijkt het heel erg nice. Handcannon vond ik altijd al heel erg leuk om te gebruiken. En ik zou hem zeker weten gebruiken als hij weer terugkomt in de game. Gaan we door naar de laatste twee items. Deze hebben niks te maken met upgrading of sidegrading. Namelijk de eerste is de LMG. De LMG is zo'n wapentje, net als de plane en net als de Shadow Bomb. Het zou me niks verbazen als deze terug gaat komen. Deze maakt er gewoon, zorgt gewoon voor dat de game net iets anders aanvoelt. Dat het anders gespeeld wordt. En daarom had ik hem ook opgeschreven als mogelijke optie dat die terug gaat komen in Season 2. Dan gaan we door naar de laatste wapen en gelijk het laatste item van deze hele video. Namelijk de Infantry Rifle. De Infantry Rifle is een wapen die heel erg populair was in de tijd dat hij erin zat. En het is gewoon een lekker wapentje om even iets anders te hebben. Ik vond het voornamelijk bij Team Rumble heel erg fijn. Je kan namelijk mensen heel makkelijk uit de lucht schieten met het wapen. Dus dat vond ik altijd. En ja, deze is gewoon heel erg fijn om eventjes te hebben. Die zorgt er gewoon voor dat het net even wat anders speelt weer. En zoals ik net al zei, heel veel mensen vonden hem gewoon heel erg nice. En ik ga hem zeker weten gebruiken als hij terugkomt. En daarom geef ik hem ook een grote kans dat hij terug gaat komen. Dus dit waren alle dingen, dames en heren. Ik hoop dat je deze video super tof vond. Als je dat vond, drop even die like. Abonneer op de video gevraagd met een belletje aan. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!